Hoe bijzonder zou het zijn om te wonen in een kerkgebouw? Kijk maar naar de Antonius. Ik denk heel bijzonder. Vanuit CRA hebben we dit gebouw transformeerd naar een woonomgeving met 18 appartementen. Een ideale combinatie. Je hebt het wooncomfort van nu met de uitstraling van toen. Ja, toen CRA vastgoed ons vroeg om mee te denken over de invulling van de Antoniuskerk, hadden we als kantoor echt een wauwgevoel. We werden daar echt zo enthousiast van. Om in je eigen dorp een monument te mogen bouwen, van zien van appartementen. Een fantastisch idee, geweldig. Het karakter van het gebouw dat moest behouden blijven. In overleg met de erfgoedcommissie hebben we goed ernaar gekeken, naar de vorm van het gebouw. Het metselwerk is belangrijk, het dak in zijn vorm. En we zijn tot een ontwerp gekomen waarin we die gevel hebben behouden. En aan de zuidzijde hebben we de vrijheid gekregen om een nieuw gevel te ontwerpen. Dat zijn appartementen geworden in een terrasvorm. Voor de indeling van de binnenzijde hebben we uitdrukkelijk gekeken naar de hoogte. En we hebben dat als uitgangspunt genomen om die te behouden. Dus de indeling is zo gemaakt dat je die hoogte houdt. We hebben de trap en de lift hebben geprobeerd daar ook buiten te houden. Zodat we zoveel mogelijk vrijheid hadden in dat uitzicht. We hebben wat extra daglicht toegepast, zodat die ruimte wat lichter wordt. En ook de appartementen hebben een hogere plafondhoogte gekregen. We hebben op deze manier ook verschillende types kunnen maken. We hebben appartementen gelijkvloers, grote balkons. En we hebben ook hele leuke appartementen met een loft en een vierde. Dus die gaan met een trapje naar de eerste verdieping. En die hebben een eigen tuintje. Het zijn hele diverse appartementen. Ja, hoe het er straks uit komt te zien, dat vind ik zo spannend. We weten nu al aan de hand van computeranimaties hoe het er ongeveer uit gaat zien. Maar dadelijk is het een overweldigend plaatje. En ik verheug me er nu al op om bij de mensen op bezoek te komen en te kijken hoe zij erin wonen. Het herbestemmen van een kerkgebouw, van een monumentaal kerkgebouw, is voor een architect altijd een lastige opgave. Maar op deze manier, zoals het nu is opgelost, door aan de achterzijde op een hele slimme manier vierkante meters toe te voegen en ook de ruimtelijkheid van het kerkgebouw overeind te laten, is er op een slimme manier echt deze opgave opgelost. Dus alle credit voor de architect. De grootste uitdaging was om 18 appartementen in dit bestaande kerkgebouw in te passen. Dat is uiteindelijk gelukt. Op een goede manier hebben we appartementen weten te creëren van ongeveer 70 vierkante meter tot bijna 165 vierkante meter. De appartementen beschikken over een balkon of tuin, een privé parkeergelegenheid en een berging. We hebben impressies voor de verkoop laten maken, 3D-impressies, en dan komt het plan echt tot leven. Dat maakt ons ook echt trots. Daarnaast is het zo dat we de kapel weten te behouden, zodat mensen altijd nog een kaarsje hier kunnen komen aansteken. Dit project, de Antonius, werd met veel enthousiasme bij ons op kantoor ontvangen. Het is natuurlijk een heel lokaal project, waardoor het uniek is voor ons als lokale makelaar om daar een mooie kans te krijgen om te gaan verkopen. We zien ook dat het lokaal heel erg leeft, want er zijn veel mensen die hier gedoopt of getrouwd zijn. Dus het schept toch wel een band wat dat betreft. We verwachten eigenlijk een mooie variatie aan doelgroepen. De senioren die aan de appartementenkant denk ik wel aantrekkelijk zijn. De jongeren / jonge stelletjes die de speelse lofwoorden wel interessant zullen vinden. Daardoor krijg je natuurlijk een hele mooie mix qua jong en oud in deze kerk. De bewoners profiteert natuurlijk van de locatie, midden in het centrum van Valkenswaard, waar we alle gemakken en voorzieningen zoals winkels en horeca letterlijk hier om de hoek aanwezig zijn. Dit project is natuurlijk enorm bijzonder, omdat je dadelijk in een oud jasje woont, maar toch in een nieuwe stijl. Je hebt het karaktervolle en het historische aan de buitengevel, maar toch het moderne en hedendaagse aan de binnenkant, met de duurzaamheid, met het gemak en het comfort wat eraan vasthangt. Dus ik denk echt dat mensen hier daar met trots gaan zeggen, ik woon in die Antonius.